Een zwaar bewapend arrestatieteam doorzocht gisteren de internationale trein die stil werd gezet bij station Hoofddorp. Hoewel het loos alarm was, zit de schrik er bij de bewoners goed in. Dat kwam echt heel dichtbij. Mensen met wapens in je eigen dorp is zo ontzettend eng. Dat zien we alleen in het Verre Oosten en niet in Hoofddorp. En nu zagen we het in Hoofddorp. En toen dacht jij, ik moet iets doen? Nou, eerst ben ik daar ontzettend van geschrokken. En gisteravond dacht ik, van daar moeten we wat aan doen, want het creëert angst. En het is niet eens voor ons als volwassenen eng, maar laat staan voor de kinderen. En daarom wil Paul een tocht tegen de angst lopen. Op straat peilt hij of daar genoeg animo voor is. Gisteren de angst in Hoofddorp. Ja. U hebt meegekregen. Ja. Daar willen we een tocht voor organiseren. Een stille tocht, daar zijn we wel mee klaar, denk ik. Ja, denk ik ook. Dat schiet niet op. Nee. Maar een informatieve tocht. Wat doen we als ze dichterbij komt? Dat weten we eigenlijk niet. Nee. Zou u het weten? Nee, ik zou niet. Nee, ja, ik ook niet. En ik denk dat als we die informatie vooraf al zouden krijgen, weet je toch iets meer. Ja, dan gaat er waarschijnlijk zo'n knopje wel automatisch aan. En dat vind ik zo belangrijk. Na een uurtje in de wijk weet Paul genoeg. Die tocht moet er komen. Maar ik ben blij dat ze er zo positief op reageren. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen laten zien dat ze niet bang zijn. En dat ze ook straks weten wat ze moeten doen op het moment dat er zoiets in Nederland in Hoofddorp gebeurt. Dankjewel. En misschien zien we je van het weekend. Nou, helemaal goed. Oké. Geen probleem. Dankjewel. Doei. Doeg.